naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. U allen zeer hartelijk welkom op het kroonsfeest van deze kerk, van deze parochie. Het feest van Sint-Willibrord. Ook van harte welkom de muziekvereniging Sint-Willibrord, het Sint-Willibrordes Gilde, het dameskoor dat de muzikale gelederen komt versterken, die hun beste kunnen gaan inzetten vandaag. Emeritus pastoor Smulders natuurlijk ook van harte welkom. En u allemaal. Het is voor mij een eer om hier vandaag voor u voor te mogen gaan. Ik zou bijna zeggen, het is voor u net zo'n verrassing als voor mij om uw waarnemend pastoor te mogen worden. Maar goed, we gaan het samen met elkaar horen. De parochie is mij niet geheel onbekend. Dus ik ga ervan uit dat we met elkaar samen mogen bouwen. Ook mag ik niet vergeten om de knoesjes en een aantal leden van de muziekvereniging die gisteren een 40-jarig bestaan hebben gevierd, daarmee te feliciteren van harte. En ik mag nu ook de kinderen uitnodigen om voor de kinderwoorddienst naar de plaats te gaan waar ze samen zich voorbereiden op het vieren van de Heilige Geest. Aan het begin van de mis bereiden we ons voor door ons af te vragen waar we tekortgeschoten zijn, waar we klein of groot fouten hebben gemaakt jegens God, jegens elkaar. En mogen dan ook vragen om vergeving aan hem en aan elkaar, om zo deze heilige mis goed te kunnen vieren. Ik mag u voorgaan met de schuldbelijdenis 1 die u vindt aan de binnenkant van die boekje. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd na, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonde vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige bisschop Willibrord bestemd om uw grootheid te verkondigen aan de heidenen en hen tot uw kinderen te maken. Wij vragen u op zijn voorspraak, laat ons als trouwe dienaren altijd uw wil volbrengen, om te verkrijgen dat uw volk, ook in onze dagen, toeneemt in verdiensten en aantal. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen. Laten we dan nu gaan luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift. De eerste lezing is uit de profeet Jesaja. Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil kon melden, die zegt tot Sion, uw God regeert. Hoort, uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk, want zij zien oog in oog de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel, alle zaden, puinen van Jeruzalem. Want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. Zo spreekt de Heer. We vervolgen nu met het antwoord op Psalm 2. Het refrein zal worden gezongen. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën. Door Jezus willen wij God voortdurend de lofoffer brengen, de hulde namelijk van de lippen die zijn naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen, want dat zijn de offers die God behagen. Gehoorzaamt uw leiders en voert u naar hen. Zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil, want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Zo spreekt de Heer. Zo aan het begin van mijn waarnemend pastoorschap hier in Es, misschien enige woorden van kennismaking. Als je aan iets nieuws mag beginnen, dan is het goed dat je elkaar beter leert kennen. Niet zozeer de woorden die je uitspreekt zijn belangrijk, maar veel meer de mens achter de woorden, want die mag je leren kennen.
En mijn simpele credo is ontmoeting. Ontmoeting tot uitdrukking komend in het bezoeken van parochianen. Eén vaste dag per week hoop ik bij u vanaf, wat zal het zijn, eind november, begin december, te mogen aankloppen. Maar ook om eens per maand, op een vaste zondag, na de heilige mis een kopje koffie of een kopje thee met een toetsje te mogen nuttigen, om elkaar beter te leren kennen, om beter met elkaar te leren samenwerken. Want ik wil graag, althans dat is mijn voornemen, om een waarnemend pastoor te zijn die als een goede herder onder de mensen verkeert, in dienstbare zorg en met liefde voor iedere parochiaan. En ik hoop, en ik vertrouw er ook op, dat ik dat mag gaan doen. En ik mag dat gaan doen met een goede leidsman. Een goede leidsman, want de Heer is zelf mijn leidsman die mij gevraagd heeft om te gaan. Te gaan in zijn naam. Hier in Es, in Bokstel. U mag weten dat ik vandaag het grote Willy Brodersfeest met u hier mag vieren. Maar straks in het klein ook nog in Bokstel in de Sint Willy Broderskapel. Maar ik heb ook een goede schutsvrouw in Maria, onder wiens mantel ik geborgen mag zijn, onder wiens mantel ik mag leven. En met uw medewerking beogen het parochiebestuur en ik om de gemoedelijke en christelijke sfeer hier in Es, gelegen in het schone, waar ik moet zeggen het schone, Brabantse land te waarborgen en echt vorm te blijven geven. Uw gemeenschap is mij niet helemaal onbekend. Ik zei het daar straks even tegen de hoofdman van het Gilde, toen ik hier een paar jaar geleden als ceremoniaris voor Stefan Schevers optrad, had ik nooit het vermoeden kunnen hebben dat ik hier ook nog ooit waarnemend pastoor zou mogen worden. Het is wel een hele wonderlijke samenloop van omstandigheden. Maar de contacten met de familie Schevers, maar ook met anderen in deze parochie, die geven mij moed, die geven mij vertrouwen, maar die maken me ook dankbaar dat ik hier mag staan. Dat ik samen met u verder mag gaan. Wat betreft mijn eigen achtergrond een paar simpele woorden. Ik ben een geboren en getogen Brabander. De meeste tijd van mijn nog jonge leven, als ik het zo mag uitdrukken, heb ik doorgebracht in Eindhoven en Maarhezen. En na de middelbare school ben ik economie gaan studeren in Tilburg. Heb ik vele jaren met groot plezier gewerkt in de wereld van vermogensbeheer, zeg maar geschrik niet. Maar het vreemde daarvan is dat het geld mij nooit getrokken heeft. Wie of wat mij wel getrokken heeft, het waren de Heer en zijn moeder. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik in twee etappes naar de priesteropleiding van het bisdom ben gegaan, om daar 7 jaar van studie en vorming door te maken. In de laatste 2 jaar van mijn opleiding heb ik in Helmond stage gelopen, om meer precies te zijn in het Mierlohout en in Stiphout, om uiteindelijk de priester gewijd te worden. En toen kwam mij de zeer welkome benoeming in Bokstel, waar ik sinds juni 2010 met grote vreugde kaplaan mag zijn, omdat ik me daar thuis mag voelen en de warmte van de mensen mag ervaren in elke ontmoeting. De parochie in Es heeft oude papieren gezien zijn verbondenheid met de heilige Willibrord. Uw waarnemend pastoor heeft nog jonge papieren, als ik het zo mag uitdrukken, gezien mijn wijdingsjaar 2010. Maar geloof er heilig in dat jong en oud goed samengaan. En dat mogen ook een beetje mijn credo, mijn teken zijn om hier aan dit pastoorschap te beginnen. Om met jong en oud samen aan de toekomst te bouwen. Om samen een gemeenschap te vormen met de Heer in ons midden en met elkaar als medegelovigen. Of zoals Augustinus het ooit gezegd heeft,
Ik wil herder voor jullie zijn, maar gelovigen met jullie. Amen. Mag u uitnodigen om te gaan staan om samen het geloof uit te spreken waarin we gedoopt zijn. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijheid van het lichaam en het eeuwige leven. Laten we dan op voorspraak van de heilige Willibrord onze gebeden neerleggen voor God, onze Vader. Laten wij bidden voor onze kerkprovincie, dat God alle katholieke gelovigen als één gemeenschap onwankelbaar bevestigt in het geloof. Laat ons bidden. Zullen verkondigen aan de gelovigen die aan hen zijn toevertrouwd. Laat ons bidden. Voor de jongeren, dat zij steeds bisschoppen, priesters en diakens mogen ontmoeten, die hen de weg wijzen naar Christus en naar christelijk leven. Laat ons bidden. Dat zij samen met de heilige Willibrord mogen delen in Gods heerlijkheid. Met name Josephine Schermer-Vroest, rechter Zondaal en pater Leo Zondaal, Jan en Martha van Heuven van de Oetelaar en overleden familie, Michiel en Leonie van Kerkhoorn de Krekelberg en overleden familie, Nico Bergman, Anke Roons van Kerkhoorn, Joke van de Besselaar, Harry en Riek Timmermans, Hans Timmermans, Joyce van den Aken, overleden ouders van de Zanden van de Zanden, overleden ouders Wagen van de Schoonis en Jan en Anneke, Jan en Anneke, Gerrit en Lies van de Brugge Wegens, voor de parochie, laat ons bidden. Almachtige en barmachtige God, voordat wij ons gebed hebben uitgesproken, weet u reeds wat wij willen vragen. Luister in uw goedheid naar ons gebed en schenk ons wat wij u met aandrang vragen door Christus onze Heer. We zijn nu gekomen aan het einde van de liturgie van het woord. Zo dadelijk zullen de gaven op het altaar in gereedheid worden gebracht. U kunt zich daarbij aansluiten door uw gaven in de collecte. Hartelijk dank hiervoor. Ik mag u uitnodigen om u in stil gebed voor te bereiden op het vieren van de heilige Eucharistie.